wel, de grote prijschef Scheres is opnieuw ingestapt in de Bingo Cycling Cup. En dus ik ben in functie van de Bingo Cycling Cup om te zien of dat op dat gebied alles loopt zoals het moet lopen. Wat betreft het parcours in vergelijking met het wereldkampioenschap, ben je daar tevreden over? Absoluut. Het is geen gemakkelijk parcours. Hè. We gaan vandaag heel veel spektakels zien. En op het WK misschien nog een pak meer. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja, het is heel lastig. Het is heel, het vraagt heel veel energie. Hè, want het is draaien en keren op en af. Dus spektakel. Naar de toekomst, zo is deze wedstrijd voor volgend jaar ook al voorzien? Of zijn er andere wedstrijden die in doog springen? Chef Scheres, Leuven is eigenlijk gevestigde waarde in het wielrennen, zeker in België. Een heel mooi parcours. We zijn vanuit de Bingo Cycling Club heel blij dat ze er opnieuw bij zijn en we hopen dat zo verder gaat. Wie wint er vandaag de wedstrijd volgens Nick Nuis? Dat is een heel moeilijke vraag. Hè. De eerste keer op dit parcours echt is. Ik denk niet dat het een sprint gaat worden, maar ik gok toch op Merlier. En wie wordt wereldkampioen, Nick Nuis? Ja, dat is nog een veel moeilijkere vraag. Hè, omdat kom je met zoveel toppers. Natuurlijk zou het fijn zijn als het een Belg is. Anderzijds kunnen heel veel types op dit parcours terecht. Niet enkel de klassieke mannen, denk ik. Gewoon een goede renner met veel inhoud. Het zal in ieder geval een fameuze coureur moeten zijn. Oké, succes met de organisatie. Dank u wel.